Goedenavond iedereen. De Vlaamse regering heeft de beslissing over de inplanting van een nieuw stadion voor Club Brugge nog maar eens uitgesteld. De regering wacht op een definitieve versie van het milieueffectenrapport voor het hele grootstedelijk gebied Brugge. Volgens Vlaams minister van Milieu Hilde Krevits is dat er nog altijd niet. Club reageert ontgoocheld en hoopt op een duidelijke en definitieve beslissing in de maand oktober. Heel wat partijen zeggen dat ze het milieueffectenrapport al hebben ingekeken. Dat zou negatief zijn voor Loppem. Maar het definitief rapport is er nog niet, zegt de Vlaamse regering. En dus stelt het de beslissing nog maar eens uit. Het is gewoon van belang dat we een beslissing nemen die goed is, die stand houdt, die niet aangevochten wordt of vernietigd wordt. En die basis voor zo'n goede beslissing, dat is nu eenmaal het plan milieueffectenonderzoek. En daaruit moet heel veel hopelijk moois voortspruiten. We vinden dan ook dat ze inderdaad beter het afsluiten van de MER-studie afwachten en de conclusies daarvan bekijken. Wij weten dat we een grondig en goed onderbouwd dossier hebben. We hebben zelf een hele reeks studies laten uitvoeren. Dus in die zin kijken wij dat met veel vertrouwen tegemoet. Het dossier zou vorige week al op de ministerraad worden besproken, maar toen was er geen tijd meer en werd het met een week uitgesteld. Club Brugge moet ondertussen toekijken. Ik kan het beleid van de Vlaamse regering niet bepalen, maar laten we zeggen inderdaad, als die conclusies en de afwerking van de MER-studie wordt verwacht eind september, wie zijn wij om daaraan te twijfelen? Natuurlijk, iedere uitstel is uitstel en verlies van tijd en verlies van middelen natuurlijk. Wij hopen dat we toch de gestelde deadlines kunnen halen. Het zit ons nu niet op een week tijd bij manier van spreken, maar we wachten toch al een lange tijd en we zouden graag duidelijkheid krijgen. Het definitieve MER-rapport wordt eind deze maand bij de Vlaamse regering verwacht. De Brugse politiek reageert geprikkeld op het nieuwe uitstel. Iedereen is het erover eens dat er best zo snel mogelijk een beslissing komt. Maar eensgezindheid over de locatie is er nog altijd niet. Nadat vorige week zowat alle partijen het eens leken over de site Loppem, ligt vandaag opnieuw de piste Chartreusegebied op tafel, op nauwelijks 1 kilometer van Loppem. Maar burgemeester Moenaert wil voor het stadion aan de Chartreuseweg zijn geplande headquarterzone niet opgeven. Open VLD, de grootste voorstander van het voorstel op hem, had liever gezien dat de knoop nu eindelijk werd doorgehakt. Het is een zeer spijtige zaak. Ik denk nogthans dat heel Brugge op een beslissing zit te wachten. Er is hier gisteren in Brugge een congres geweest, Vlaanderen in actie. En waar ik stel voor dat ze zeer spoedig actie ondernemen. Volgens burgemeester Moenaert laat de Vlaamse regering zich opjagen door de publieke opinie. Dat vindt hij de enige fout. Hij begrijpt evenwel dat het MER-rapport juridisch helemaal in orde moet zijn. Iedereen zegt dat het MER-rapport dat nog niet definitief aanvaard is. En dat is precies juridisch het probleem. Dat het MER-rapport slecht is. Goed. Dan vind ik het ook lovenswaardig dat de minister-president pogingen doet om een alternatief te zoeken. Als dat zo is. Als Loppem goed is, dan is Loppem. Als Loppem niet goed is en niet kan, dan is het goed dat men niet zegt, er komt niks. Nee, iedereen staat achter een stadion van 40.000, dat men dan een alternatief uitwerkt. Een van de alternatieven die weer op tafel zou liggen is de Chartreuse ondertussen. Ja, ik heb dat gezien en er zijn zelfs politieke partijen die zeggen pak de Chartreuse in plaats van Loppem. Ik kan alleen zeggen dat wij na 16, 17 jaar vroeten uiteindelijk het licht op groen hebben om daar onze headquarterzone in te planten. Dat is voor mij de prioriteit in de Chartreuse. Headquarterzone, tewerkstelling voor onze hoogafgestudeerden. Dit is voor mij de prioriteit in de Chartreuse en dit mag voor mij niet sneuvelen, ook niet voor voetbal. SPA wil slechts één van beide voorstellen steunen, maar onder strikte voorwaarden. Jullie zeggen ook een stadion in Loppem en een headquarterzone aan de Chartreuse, dat is onverenigbaar. Voor ons is het een of het ander. Als we Chartreuse nemen, dan laten we de overkant vallen en omgekeerd. Het blijft dus in het huidige politieke klimaat bijzonder moeilijk om heikele dossiers af te ronden.